Hoi en welkom bij dit lachstempel en genietfilmpje. Het is weekend. Ik had beloofd van de week, nadat ik het kaartje van Laura Bassen had gecased, om jullie te laten zien hoe ik dit ingekleurd had. Laura had op YouTube hier ook een filmpje mee geplaatst. En dat zat ik te kijken. En ik denk, nou, dat moet met de Marcus van Stamping Up ook kunnen. Dus ik wil jullie laten zien hoe ik dit gedaan heb. Puur het kleurwerk. Het kaartje, dat kunnen jullie in haar filmpje zien hoe dat ze die verder gedaan heeft. Ik heb het afdrukje, de grote bloem uit de Birthday Blooms, heb ik gestempeld met Versamark. Daarna met het witte embossingpoeder van Stamping Up heb ik het geëmbost. En dit is het resultaat. Ik denk dat jullie het wel zien glimmen. Wat ik nu ga doen is mijn aquapainters gebruiken. Er zijn twee soorten als je een setje bestelt. Eén met een dikke punt en één met een dunne punt. Ik gebruik de dunne punt. Ik heb een oude lap. Je kan ook een stukje theedoek gebruiken. Puur om je punt steeds droog te maken. En ik heb de stamping markers van Stamping Up. Ik heb hier de Rose Red, Crust Curry, Wild Wasabi, Always Artichoke en Watermelon Wonder. En ik denk dat ik die Rose Red even om ga wisselen voor een Melon Mambo. Ja, dat wordt dus een Melon Mambo. En dan ga ik beginnen met kleuren. Ik kleur altijd met de punt van mijn aquapainter. En of dat het nou een aquapainter is, of een blenderpen of een penseel. Altijd naar de rand toe. En zo voorkom je dat je over de rand heen gaat. Ik maak eerst één blaadje een heel klein beetje vochtig. Ik heb hem net iets door laten lopen, dus het is nu vrij nat. Dan pak ik mijn marker en ik gebruik eerst de lichte kleur. En die zet ik daar aan. En dan ga ik dit verder uitwerken. En als je vindt dat je te veel inkt hebt, veeg je het gelijk af aan je doek. En zo ga ik eerst al die blaadjes inkleuren. Dus ik maak deze weer wat nat. Dan pak ik mijn marker. En dan kleur ik hem. Volgende blaadje. Dit doe ik met heel de bloem. Ik zal hem even op versnellen zetten voor jullie. En dan als de eerste kleur erop zit, dan zal ik uitleggen hoe ik de tweede kleur heb aangezet. Hey, if you wanna play, make it a better place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say. Zo is de eerste laag klaar van de bloem. Ik ga nu aan de tweede laag werken. Ik maak dan het niet van tevoren nat, want het papier is nu iets vochtig. En ik ga op de plekken waar ik extra schaduw wil, ga ik de Melon Mambo aanzetten. En dan is het even kijken hoe dik je hem wil hebben. En alles wat te veel is, veeg je weer af. Aan je doek.
En probeer, als je het heel lastig vindt waar schaduw moet zitten, of probeer dan te kijken waar een ander blaadje voor zit en daar moet het dan donkerder. Zo ga je weer alle blaadjes af. Ik zit het nu alweer verkeerd te doen, zie ik, want ik maakte hem eerst vochtig. Laat ik die even drogen. Pak even een ander blaadje. En ik ga zo verder om de bloem verder helemaal in te kleuren. Destiny, require every dream to believe. Take the chance, lead the dance, and run with what is in your heart. Let the magic start, you're in charge. Yes, you can. What's the plan? Come on, let's do this and do it now. I wanna hear you shout. I am independent. I am dedicated. Doing it my way, doing it my way. Yes, I am. I am in control. Ik heb nu de tweede laag af en wat Laura ook deed is op verschillende plekken wat geel aanbrengen. Dit heb ik zelf nooit gedaan, maar ik vond het effect op haar kaartje wel erg mooi. En hoe ik dit heb aangepakt, zij werkte natuurlijk met andere markers. Dus ik heb het weer eerst wat nat gemaakt. Hier en daar wat geel. Niet zoveel, gewoon een beetje en dat gelijk weer. Met je aqua painter uitvegen. En mocht je te veel hebben, er gaat zo nog iets roze overheen. Op de plekken waar je nog wat meer schaduw zou willen hebben. Goed, dan zit er op verschillende plaatsen geel. Je ziet de bloem al de diepte wat ontstaan. Ik laat dit nu even drogen. En als die goed droog is, dan ga ik er nog een keer met mijn Mellemambo overheen. Om de laatste plekken schaduw te laten ontstaan. En wat ik er straks vergat is met Early Espresso. Moet ik even opzoeken. Ga ik de binnenkant ook doen. Die kan ik eerst wel doen. Ook gewoon aanbrengen en dan de kleur verder uitwerken. En dit moet echt wel een paar keer, wil je een mooie diepe kleur krijgen. Zo is die klaar en nu ga ik de blaadjes doen en dit werkt eigenlijk weer hetzelfde. Ik ga eerst een blaadje nat maken. Dan ga ik er met mijn eerste kleur overheen. En die ga ik weer uitwerken.
En dan kom je er met je tweede kleur in. En die werk je ook verder uit. En je zou bijvoorbeeld bij de blaadjes ook nog wat extra bruintinten erin kunnen doen. Maar dit is dus het idee om zo je afdrukje in te kleuren met de markers en je aquapainter. Het resultaat hebben jullie van de week kunnen zien. Dat was dit kaartje. En ik heb hem dan verder rondom met poolparty gedaan. En dan doe ik wat inkt in het deksel. Dus ik doe mijn deksel of mijn inkpad in elkaar. Dan krijg je een afdruk in je doosje. En dan kun je dat weer oppakken met je aquapainter. En zo heb ik de rondom de bloem ingekleurd. Ik hoop dat jullie dit een leuke techniek vinden. En zeker ook eens gaan proberen. Zo zie je dat je veel meer uit je markers kan halen dan dat we eigenlijk denken. Markers zijn op waterbasis en daardoor kun je dit er ook mee doen. Kun je ze mooi voor het blenden gebruiken. Dit was het lach, stempel en geniet filmpje van deze week. Maandag ben ik er weer met de nieuwe stempelset in de hoofdrol. Fijn weekend en tot maandag. Doeg!